Welkom allemaal en goedemiddag op dit lunch-event van BAM FAM in het kader van de Internationale Vrouwendag. Ik verwelkom vandaag heel graag mijn gasten hier, Kathleen, Hanan, Sophie en Lisbeth. En ik ga meteen aan hen vragen om zichzelf voor te stellen, dan hoef ik dat niet te doen. Kathleen, wie ben jij? Goedemiddag, Kathleen Peters. Ik ben director bij Deloitte en ik leid daar het marketing en commerce team. En ik ben ook mama van 3 kinderen. Ja, en voor de FAM-kijkers, Kathleen was vorig jaar bij ons al op het podium, een van de laatste live-events die we konden doen. Hanan, wie ben jij? Hallo, ik ben Hanan Chalouki, oprichter van het communicatiebureau Inclusified en daarnaast ook vice-president van BAM. Inderdaad, dat klopt. Sophie, welkom. Goedemiddag, ik ben Sophie Paulet. Ik ben VP Marketing en Portfolio bij Telenet en mama van 2 kinderen. En onlangs net een prijs gewonnen ook. Ja, inderdaad. Marketing Leadership of the Year in 2020. Fantastisch. Ja. Nog een dikke proficiat daarvoor. Dank u. En tenslotte Lisbeth. Ja, ik ben Lisbeth Dillen. Een oud-marketeer van IKEA wereldwijd. En de laatste 15 jaar puur gespecificeerd op vrouwelijk leiderschap. En hier vandaag voor Yin United, wat ik samen heb opgericht met Emily Ramland. En een hele trotse en gelukkige mama van een dochter van 26, maar die zit in Australië. Wauw. Dat is ver weg. Ja. Dat is heel ver weg, ja. En voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Isabel Verstraeten. Ik ben naast president van FAM, ben ik oprichter en auteur van een boek dat morgen uitkomt. En dat boek heet Does Your Brand Care? Ik heb daarnaast ook een methodologie ontwikkeld, dat heet de Care Principles. En dat gaat eigenlijk over de mogelijkheid voor bedrijven om zorg te dragen voor iets of iemand in deze turbulente tijden. We zitten in turbulente tijden, daar gaan we het nu vandaag niet verder over hebben. Maar deze turbulentie wordt wel een stukje bevestigd in de cijfers rond vrouwen en rond alles rond inclusie en gendergelijkheid. Het World Economic Forum zei afgelopen jaar dat het, als we aan dit tempo verder doen, het nog 100 jaar duurt vooraleer we gendergelijkheid hebben. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Maar we weten dat corona de situatie van de vrouwen op de werkvloer niet geholpen heeft. Een Amerikaanse studie van McKinsey toont aan dat 1 op de 4 vrouwen die werken op C-level vandaag overwegen om de job op te geven. Dat betekent 25% van de vrouwen die op C-level, dus managementniveau, werken, overwegen om er de brui aan te geven. Maar ook een wereldwijde studie van Deloitte toont aan dat bijna 7 op de 10 vrouwen ervaren dat corona hun carrière zal vertragen. 7 op de 10 vrouwen. Gigantische cijfers. Ook in België zijn de cijfers helaas niet goed. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening heeft berekend dat 75% van de vrouwen het coronaverlof opnemen, waar het ouderschapsverlof bijna 50-50 opgenomen werd door mannen en vrouwen, zien we nu dat het coronaverlof 75% opgenomen wordt door werkende mama's. Er is dus vandaag op Internationale Vrouwendag niet heel veel te vieren. Daarom, van zodra ik die cijfers hoorde en die rapporten las, heb ik eigenlijk de hand uitgereikt naar andere organisaties, andere netwerkorganisaties, grote bedrijven, om te kijken met hen, wat kunnen we doen om de vrouwen te helpen? En vandaar deze uitzending met hele concrete tips, adviezen en kleine dingen die we kunnen doen als vrouwen om elkaar te helpen. Maar ook een oproep aan werkgevers, aan de overheid en aan de partners, de familiale partners. Hoe kunnen we de vrouwen helpen in de situatie dat we vandaag zitten? Want we willen absoluut de vrouw niet nog verder richting de haar duwen. En ik wil eigenlijk meteen mijn expertenpanel super welkom heten, eerst en vooral. Maar vooral ook meteen vragen. Sophie, ik wil graag met jou beginnen. Wat kunnen we als vrouwen hier nu zelf aan doen? Persoonlijk, wat kunnen we hier aan doen? Ja, ik denk dat heel veel vrouwen perfectionistisch zijn en eigenlijk het beeld hebben dat ze zowel op het werk als thuis willen dat het allemaal vlotjes loopt. En dat is iets wat ik voor mezelf ook wel heb geleerd. Van ja, het is oké als uw kinderen een keer in een niet-perfecte outfit naar buiten gaan. Het is oké als de was niet geplooid in de kast ligt. Het zijn kleine, domme dingen, maar het helpt wel om dat stuk gewoon los te laten en het gewoon te laten voor wat het is. Dus gewoon chill. Chill, inderdaad. Lisbeth. Ik denk dat die onderzoeker die je haalt, is ook McKinsey, die zegt dat vrouwen anderhalve keer meer bezorgd zijn
om hun mentale bezorgdheid dan mannen. En ook over de huishoudelijke taken. Dus het boeiende daar is denk ik dat vrouwen enorm veel die interne radio hebben. Dat stemmetje van schuldgevoel. Ik ben niet goed genoeg op het werk bezig. Ik ben niet goed genoeg voor mijn gezin bezig. En zichzelf al helemaal. Dus ik zou graag willen dat ze intern de Fox radio afzetten. Die altijd heel destructief is en die guilt factor. Maar misschien meer loving zoals je naar jouw beste vriendin zou spreken. Dus misschien de Oprah radio aanzetten. Omdat het dat guilt, dat bashing en schuldgevoel. Het schuldgevoel van jezelf is enorm zelfbeperkend. Ja. Kathleen, hoe doe jij dat? Je hebt een topbaan, kinderen. Hoe ga jij daar persoonlijk mee om? Ik denk als vrouw dat sowieso heel belangrijk is om heel duidelijk je prioriteiten te stellen. En in coronatijden is het denk ik nog belangrijker om heel intentioneel met je tijd om te gaan. Dus ik heb het zelf ondervonden, als je dat niet doet, ja, dan zit je gewoon back-to-back van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in non-stop calls. En dus ik heb voor mezelf beslist, ik moet ook momenten vinden om even een break te hebben en om bij te tanken. En dus ik blok nu echt 1 uur lunchpauze, die is ook in mijn agenda out of office, dus niemand kan daar iets over blokken. Om toch tenminste een beetje daglicht te zien overdag en een frisse lucht te kunnen halen. En daarnaast ja, toch ook zorgen voor jezelf qua energie. En dus bij familie, laat ons zeggen, aan het raam gaan kloppen en samen wandelen, virtuele apéro's doen, et cetera. Ja, toch een beetje zelfzorg. Ja. Hanan, je hebt geen kinderen, maar je zit in volle transitiefase, net een bureau opgericht, een boek aan het schrijven ook. Hoe doe jij dat? Hoe zorg jij voor jezelf? Ik denk, zeker als het gaat over onze persoonlijke situaties, dat het belangrijk is om ook bepaalde verwachtingen af te stemmen met de partners. Ik merk heel vaak, in heteroseksuele relaties dan, dat mannen een ander idee kunnen hebben over ja, wat dat zij voor rol moeten opnemen in het huishouden bijvoorbeeld, dan vrouwen. En ja, ik volg ook de anderen als ze zeggen van ja, we zitten vaker met dat perfecte in ons hoofd en we willen dat huishouden perfect runnen, het ondertussen ook heel goed doen op het werk. Dus voor mij was het vooral heel belangrijk om die conversatie aan te gaan van oké, hoe zit het bijvoorbeeld voor deze week? Ik heb hele drukke dagen, jij hebt minder drukke dagen. We zijn allebei heel ambitieus. Dus dan is het wel belangrijk om die conversaties te durven aangaan. Mijn idee is ook dat heel veel vrouwen het allemaal als vanzelfsprekend nemen. Dat zij bepaalde dingen opnemen, ook mentaal die last dragen. En ik denk, als we leren om die conversaties aan te gaan, dat een heel groot deel van onze lasten kan verlichten. Ja, dus ik hoor hier zeer duidelijk durven communiceren, ook durven zeggen als het eens niet goed gaat. En een stukje proberen loslaten, dat is denk ik ook een zeer belangrijke. Als ik dan toch terug naar die studie van Deloitte ga, dan zie ik dat toch 65% van de vrouwen veel meer terug de huishoudelijke taken op zich neemt, sinds dat we met z'n allen thuis zitten. Dus terug veel meer dan de mannen, want voordien waren die cijfers best een stukje ook weer meer in balans. Hoe gaan jullie daarmee om met mannen die thuis zitten, kinderen die volwassen kinderen of grote kinderen die al eens mee kunnen het huishouden draaien? Lisbeth, jouw dochter zit in Australië, maar ja. Hoe ga jij om met de huishoudelijke taken? Dus ik denk dat een van de boeiende dingen die ik ontdekt heb, is ook weer een studie van McKinsey. En die zei dat als je aan mannen vraagt, hebben jullie de huishoudelijke taken samen goed verdeeld sinds COVID? Dan zegt over de 70% van de mannen, ja, ik doe mijn fair. Ik ben goed verdeeld. En als je dat aan vrouwen vraagt, is het 40%. Dus klopt. Dat is een beetje zoals die cijfers over seks. Die mannen die hebben dat meer dan vrouwen. Dus hier is dat met huishoudelijke taken ook. Dus het boeiende, denk ik, is heel duidelijk dat benoemen van wat is dat concreet, al die taken. En net zo, ik sluit me helemaal aan bij Hanan. Het gaat niet alleen over de praktische, want er zijn een heleboel dingen die je doet en die niet eens op de radar van een man staan. Maar het is ook de mentale zorg. Van, ik moet daaraan denken, ik moet daaraan denken. Die bandbreedte, die mentale bandbreedte die continu bezig is om die rust te gunnen. Ja. Ja. Kathleen, hoe doe jij dat? Ja, ik had het al over prioriteiten stellen. Er zijn een heel aantal dingen waar ik geen energie van krijg en die outsource ik. En dus dat is het poetsen, het strijken. Ik vind het heel belangrijk om gezond te eten, maar dus er zijn alternatieven om toch huisbereide maaltijden en gezonde op tafel te zetten zonder dat je zelf moet koken of zelf lang in de keuken moet staan. Dus ik sluit mij een beetje aan bij de Lower Your Standards van Sophie. En in deze tijden, er zijn maar 24 uur in een dag en ik moet keuzes maken. Dus zo los ik dat op. Ja. Sophie, wie doet er bij jou het huishouden?
Ja, bij ons is dat eigenlijk wel goed verdeeld. Mijn man die zit in de horeca, dus die heeft momenteel veel minder werk. Ik heb dan wel een drukke job, dus wij proberen echt wel duidelijke afspraken te maken, week na week, van oké, wie doet wat? Ik maak een boodschappenlijstje, jij doet de boodschappen, ga jij koken, ga ik koken? En ja, dat werkt wel. Nu, voor de COVID heb ik wel een heel grondig gesprek gehad met mijn man. Van ja, als ik deze job aanga, dan heeft dat wel impact op ons gezin. We moeten ons daar allebei bewust van zijn. En wij gaan keuzes moeten maken en zaken anders moeten organiseren. Dus het vergt wel een stuk organisatie. Maar eens dat je dat rond hebt, dan heb je ook wel de ruimte om het effectief te kunnen doen. Als je die organisatie niet hebt, dan heb je die stress continu en dan lukt het toch niet. Dus het is wel belangrijk om die dialoog inderdaad goed te voeren, maar ook een stuk de flexibiliteit langs beide kanten ingebouwd te hebben om als het dan eens fout loopt of als er iets gebeurt, dat je dat toch op elkaar kunt rekenen of op andere mensen rondom je. Ja. Hanan, hoe ga jij daarmee om? Ja, ik heb natuurlijk geen kindjes, dus bij mij zijn de lasten al toch wel wat lichter dan de dames rond mij, denk ik. Maar ook hier, ja, wij voeren daar echt conversaties over. Mijn echtgenoot staat in het onderwijs, is docent op de hogeschool. Een heel veel eisende job op dit moment, zeker niet gemakkelijk. Ik heb zelf hele drukke dagen, maar ook minder drukke dagen. En wij stemmen dat ook wel goed op elkaar af, van oké, hoe ziet jouw agenda eruit voor deze week? Wat moet er allemaal gebeuren? En hoe bekijken we dat dan volgende week? Ik denk ook wel belangrijk om te aanvaarden dat je nooit 100% van jezelf kan geven. Als je met twee in een relatie zit, allebei ambitieus bent en niet wilt dat je huishouden daaronder leidt, dan ga je inderdaad bepaalde keuzes moeten maken. Maar dan moet de een de ander ook tegemoet komen wanneer dat nodig is. Dus als ik een week heb waarin ik maar 20% van mezelf kan geven, dan verwacht ik van mijn partner dat hij die 80% geeft en omgekeerd natuurlijk ook. Dus zeker inderdaad die conversatie voeren, maar ook de verwachtingen bijstellen. Ja. We spreken nu over het stukje thuis, het thuisfront met partners, met kinderen. Maar natuurlijk beseffen we ook allemaal, dat voelen we allemaal, dat de druk vooral komt vanuit de bedrijven, vanuit de werkgever. Die druk is vandaag gigantisch, we zitten allemaal thuis. In de Deloitte-studie zegt 29% van de respondenten dat ze het gevoel hebben dat het nooit stopt. Always on mentaliteit waar we nu in zitten, omdat de blurring tussen privé-tijd en professionele tijd, het loopt allemaal door elkaar. Werkgevers die ervan uitgaan dat je heel vroeg op de dag tot heel laat op de dag toch beschikbaar bent, want ja, we kunnen nergens heen. Hoe kunnen we onszelf daar een stukje in beschermen, Lisbeth? Ik denk dat het heel belangrijk is om, als je met je baas zit, dat je afspraken maakt dat je afgerekend wordt op je output en op je kwaliteit en niet op je uren. Dat is een hele compleet andere mentaliteit. En veel werkgevers zitten daar nog zo tussen. Ze zeggen van ja, dat doen we niet, maar de realiteit is wel dat verwacht wordt dat je altijd beschikbaar moet zijn. En ze zeggen zelf, maar je hebt geen commute-tijd meer. Dus vergaderingen worden ingepland vanaf 8 uur 's ochtends. Ah, geen commute-tijd 's avonds meer. Ah, en we zullen lunchmeetings doen. Dus die dag is onuitgesproken lang. Dus ik denk heel duidelijk belangrijk is die reset zetten. De reset met je thuispartner, zoals wij hier allemaal zeggen. Reset de deal met je partner en kies die partner goed. Maar kies je baas ook goed en zet daar ook een reset op de deal. Van word ik afgeleverd of afgerekend op wat ik qua kwaliteit en kwaliteit en output lever en niet op uren wordt afgerekend. Ja, dat is een zeer goed advies, maar laten we eerlijk zijn, niet iedereen heeft de keuze om zo een goede werkgever te hebben die daar rekening mee houdt. Ik denk, Sophie, bij Telenet houden ze ontzettend veel rekening, dragen ze zeer goed zorg voor hun werknemers. Absoluut. Maar kan je, we gaan er straks nog eventjes verder op ingaan, maar kan jij zelf voor jezelf eventjes toelichten met de rest van ons, hoe jij die balans houdt? Ja, nu, wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je kijk naar wat kan ik zelf doen. Hè? Te beginnen bij jezelf. Waar zet ik mijn grenzen en wat heb ik nodig om goed te functioneren? Dan heb je je team. Wat kan ik doen voor mijn team om goed te functioneren? Dan heb je wat kan ik doen met mijn peers om goed te functioneren? Dus je vertrekt eigenlijk van jezelf en je probeert om zoveel mogelijk mensen die dicht bij jou te zijn, al mee in die beweging te krijgen. En een van de zaken wat wij bijvoorbeeld opgestart zijn de walkie-talkies. Het gaan wandelen met collega's om ervoor te zorgen dat je buiten komt, tegelijk wat zuurstof neemt, energie neemt, elkaar terugziet, maar ook ondertussen werkt om die monotonie
om die monotone dagen eigenlijk wat te doorbreken. Hè. En dat kan je voor jezelf zeggen van oké, ik ga 1 uur per dag wandelen. Ik probeer een collega mee te trekken. Als die dan ook weer een collega meetrekt, zo krijg je eigenlijk een soort van sneeuwbaleffect. En het tweede is, ja, wij zijn een heel zorgzaam bedrijf. En ook in mijn team hebben wij daar enorm aandacht voor de zorg van elkaar. Mensen die alleen thuis zitten, die geen partner hebben of die op een heel kleine ruimte werken en wonen, die heel weinig contact hebben met de buitenwereld. We hebben wel een soort van sociaal systeem, zeg maar, waarbij dat we dan afspreken van ga jij die eens bellen deze week en ik zal een koffie inplannen en ik zal een keer gaan wandelen. En zo zorgen we ervoor dat eigenlijk iedereen toch wel voldoende contacten heeft met elkaar. En dat betekent dan dat Telenet als werkgever jullie die ruimte laat in jullie agenda om die tijd te nemen voor die ander? Ja, uiteindelijk ben je ook aan het werk. Je doet dat aan de koffiemachine op kantoor ook. Hè. 'S middags, je gaat samen iets eten, je drinkt iets aan de koffiemachine, je doet even een babbelke. Dus uiteindelijk doe je dat in je normale dagelijkse routine op kantoor ook. Alleen nu is het zo, die computer staat voor je en lijkt alsof je always on moet zijn. Nee, dat hoeft niet. Ik kan perfect zeggen, dit uur staat in mijn agenda. Ik heb een one-to-one met iemand. Ik ga met die persoon gewoon buiten een uur wandelen. Of we trekken allebei onze wandelschoenen aan en we bellen elkaar gewoon. We zijn ook aan het werk. Ja, klopt. Hanan, we hebben het er net over gehad. Wij zijn heel vaak gaan wandelen in de eerste lockdown. Ik doe ook walk the talks met mijn klanten. Hoe hou jij die balans voor jezelf en wat voor tips kan je meegeven? Ik denk dat het voor jezelf heel belangrijk is om bepaalde grenzen af te bakenen. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de klanten met wie dat ik werk, die zijn op de hoogte van wanneer ze mij kunnen bereiken en wanneer ik niet bereikbaar ben. En als er dan toch iemand is die belt om 8 uur 's avonds, ja, dan laat hij je voicemail achter en dan bel ik de volgende dag wel terug. En ik denk ergens ook gewoon aanvaarden, inderdaad, zoals Sophie zegt, dat je niet altijd on moet zijn, maar ook dat dat oké is om niet altijd on te zijn. En dat de wereld niet vergaat als je dat ene telefoontje om 8 uur 's avonds niet hebt opgenomen. Dus dat het perfect allemaal de volgende dag ook nog wel in orde zal komen. En ik denk, ook op dat vlak moeten we naar bedrijven kijken en een bepaalde mate van inclusie en flexibiliteit kunnen verwachten. Ja. Kathleen, als ik denk aan Deloitte en in de Deloitte-studie zeggen 41% van de vrouwen dat ze geen promotie willen nemen omdat ze bang zijn om die work-life balance kwijt te raken. 41% van de vrouwen die niet hoogop willen, dat is echt gigantisch, omdat die druk net zo groot is. Deloitte is in mijn ogen, en ik denk in de ogen van velen, een vrij mannelijke, een harde, de consultancywereld. Jij bent daar jij werkt op C-level. Hoe ga jij daarmee om binnen Deloitte en hoe gaat Deloitte om met zijn werknemers? Een van de redenen waarom ik Deloitte als werkgever heb gekozen is omdat ze net daar heel erg de nadruk leggen op flexibility en predictability. En dus dat je eigenlijk binnen de projectteams waar je werkt echt afspraken maakt met je projectleider wat jouw flexible working hours zijn. Hè. Onlangs was het afstandsonderwijs. En ja, dan ben ik een ganse week naar boven en naar beneden moeten gaan om Smart School op te starten en te uploaden. Ja, en dan maak je daar afspraken rond, flexibiliteit. En dan ja, werkt dat eigenlijk, omdat wij zijn gewoon om in projectbasis met verschillende teams, met verschillende mensen samen te werken. En het is eigenlijk altijd, het is full agile, dus het is eigenlijk continu flexibility. Persoonlijk heb ik wel moeten leren. Ik had echt back-to-back meetings en zelfs geen tijd voor een koffie tussendoor. Dus dan heb ik de default optie ontdekt in Outlook om je standard meeting times aan te passen. Dus mijn half uur meetings duren nu 25 minuten en normaal de uur meetings die duren 50 minuten. Ja. En dan heb ik toch even tijd, al is het om mentaal de switch te maken tussen verschillende taken. Want ik merkte anders dat ik 's avonds heel erg moe was, omdat je eigenlijk non-stop continu moet switchen tussen al die verschillende meetings. Ja. Telenet, Sophie, we hebben het er al over gehad. Een zeer zorgzame werknemer, maar ook toch bij jullie is de druk zeer hoog. Anders, denk ik, dan bij een Deloitte, een totaal andere interne bedrijfscultuur. Hoe gaat Telenet om met zijn mensen en kan je daar een aantal tips en tricks geven die jullie toepassen? Ja, Telenet is echt een heel menselijk bedrijf en voor ons zijn onze mensen echt een asset. Dus wij doen ook heel veel om dat engagement voor onze mensen hoog te houden.
Ook als je kijkt naar het aantal vrouwen bij ons, dus 36% van onze totale workforce is vrouwelijk en op C-level management is dat 32%. Dus dat zit eigenlijk wel goed. Nu, heel onze HR-policy is eigenlijk, zowel voor mannen als vrouwen dan, uitgewerkt op het geven van autonomie aan mensen, het empoweren van mensen en ervoor te zorgen dat er eigenlijk een heleboel tips, tools, trainingen, zaken beschikbaar zijn die eigenlijk alles in het werk kunnen stellen voor iemand om te gaan kijken van wat heb ik nu nodig? Ah, ik ga daar een training over volgen of ik ga daar met die persoon over praten of wat dan ook. Dus eigenlijk ons hele beleid naar onze werknemers toe is ook een beleid van inclusie en dialoog. De people leaders worden heel vaak uitgenodigd om te voelen van wat leeft er op de vloer, wat kunnen we doen. Als we nu in COVID bijvoorbeeld hebben we Zoom-enquêtes ingevoerd waarbij dat we aan mensen vragen van hoe voelen jullie zich bij dat thuiswerken? Hoeveel dagen willen jullie thuiswerken als COVID voorbij is? Zijn er tips dat jullie met ons kunnen delen wat dat jullie doen in jullie teams? Dus, en dat wordt dan eigenlijk helemaal meegenomen naar boven vanuit alle teams en dan worden daar ook beslissingen rondgenomen. Dus als ik kijk bijvoorbeeld tijdens COVID, hebben wij enorm hard ingezet op resilience, de veerkracht van onze mensen. We hebben trainingen voorzien, tips en tricks, ook rond ergonomisch werken, hoe dat je moet zitten, materiaal ter beschikking gesteld dat mensen ook comfortabel thuis konden werken. We hebben ook de lunch van 12 tot 1 geblokt in de agendas van iedereen. Er mogen geen meetings ingepland worden. 2 weken geleden hebben wij ook beslist om een werkblok van 10 tot 12 op donderdag voormiddag in te lassen. Geen meetings, zodanig dat mensen even die mentale space krijgen. We hebben employee assistance programma's waar dan mensen 24 uur op 7 naartoe kunnen bellen. Ja, we hebben echt een hele race aan tools die er eigenlijk voor zorgen dat wij die flexibiliteit ook de baas kunnen, zeg maar. Flexibiliteit is denk ik wel een beetje het keyword. Ik had Anne Kalluwaerts ook in mijn podcast-opnames. En zij zei iets wat ik nog nooit gehoord had, dat Telinet de mogelijkheid heeft om per uur of per 2 uur vakantie te nemen. Dus voor mensen met bijvoorbeeld kleine kinderen, als dat een stressmoment van de dag is, bijvoorbeeld ik roep maar iets, 4 uur in de namiddag, dat je gewoon van 4 tot 5 kan vakantie nemen. Dat soort dingen zijn wel bijzonder innovatieve manieren om te gaan met het welzijn van jouw mensen. Absoluut. Dus inderdaad, het 1 uur verlof, dat is in mijn team met heel veel moeders en families met kleine kinderen vaak gebruikt, in plaats van de blokken van 4 uur. Ook het feit dat we nu mensen toelaten om van gelijk waar in Europa te werken, de remote default policy is nu eigenlijk in gang gegaan. Dus wij doen er echt alles aan om mensen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen dat ze hun output, zoals dat jij het zo mooi vertelde, niet zozeer die uren werk, maar de output kunnen leveren op die momenten dat het voor hen uitkomt. Ja. En uiteindelijk maakt het niet uit wanneer mensen werken. Als dat voor hen beter uitkomt om 's ochtends vroeg te werken of 's avonds, dan is dat oké. En daartussen de tijd te nemen die nodig is om voor je gezin of voor je eigen welzijn te zorgen. Ja, ik begrijp het. 2 mooie voorbeelden, Telinet, Deloitte. Ik wou trouwens nog eventjes heel erg Kathleen bedanken en Deloitte bedanken, want van zodra wij hoorden over deze dramatische cijfers en die studies onder ogen zagen, heb ik eigenlijk meteen Kathleen gebeld en gevraagd als Deloitte ons kon helpen om dit event te kunnen gratis laten doorgaan, zodat we zoveel mogelijk vrouwen konden bereiken. En Deloitte en Kathleen hebben meteen ja gezegd en hebben dit event gesponsord. Zo, super dank aan Kathleen. Ik kan misschien nog daaraan toevoegen. Ik vond het echt heel tof wat je zei, Sophie. Maar laat ons hopen dat COVID-times toch binnenkort gedaan zijn. En laat ons dan vooral de learnings nemen en onze bedrijfscultuur aanpassen. En denk ik daar dat Deloitte echt wel een voorloper is naar lead with empathy, be your true you. Je mag komen zoals je bent en werken zoals je wil. Heel veel flexibility en predictability. Networking, denk ik, heel belangrijk voor vrouwen en die opportuniteiten creëren. Mentoring, coachings, heel belangrijk, denk ik, naar vrouwen toe.
En dan vooral ook, ja, laat ons dat niet vergeten, zelfs in COVID-times, invest in yourself. Dus zorg dat er learning opportunities zijn voor vrouwen, want promoties komen niet uit de lucht vallen. Nee. Daar moet je meestal wel iets voor doen. En dan als het gaat over rewards, comp en ben, dat er toch standaarden zijn die gelijklopend zijn voor ja. beide. Ik wil er nog heel eventjes heel kort op inzoomen met Hanan. Hanan, we hebben nu heel veel over de vrouwen gesproken in het algemeen, maar kansarme vrouwen, vrouwen van alle lagen in de bevolking. Jij bent inclusie-experte. Wat voor extra tips kan jij nog geven voor vrouwen eigenlijk in alle lagen van de bevolking? Ja, ik denk inderdaad dat bedrijven daar heel hard oog voor moeten hebben. Hè. Dat het, voor vrouwen is het sowieso al moeilijk op de werkvloer, voor vrouwen van kleur is het vaak nog moeilijker. En dat we ook moeten nadenken over, oké, hoe zorgen we ervoor dat we op een inclusieve manier een heel positieve werkcultuur kunnen houden. Handhaven. En dat iedereen zich betrokken voelt, dat iedereen evenveel kans krijgt, hè, op die promotie die inderdaad niet zomaar uit de lucht komt vallen, hè, maar dat je als werkgever daar ook oog voor hebt, voor die diversiteit. En dat we ook leren dat inclusie voor iedereen iets anders betekent. Ik hoor hier fantastische maatregelen van zowel Deloitte als Telenet. Heel belangrijk om te onthouden dat flexibiliteit voor een moeder of vader iets heel anders betekent dan voor een single parent bijvoorbeeld, hè, of iemand die alleen thuis zit. En dat we ook op dat vlak rekening houden met de diversiteit in onze samenleving. Ik denk als we nu kijken naar bijvoorbeeld het thuiswerken inderdaad is een heel flexibele tool voor heel veel mensen. Als je een bepaalde luxe hebt en als je genoeg ruimte hebt om gefocust thuis te kunnen werken. Maar voor heel veel mensen die in een klein appartement leven met de kids op de achtergrond en die dan ook nog het werk gedaan moeten krijgen, absoluut geen vanzelfsprekendheid. Dus ik denk op dat vlak dat er zeker oog moet zijn voor de diversiteit van de werknemers en voor de mate van flexibiliteit die voor iedereen ook anders kan zijn. Ja, snap ik. Er is nog een andere korte tip en dat is voor werkgevers. We werken bij Yin United heel veel met de mannen ook. Op inclusiviteit. En het boeiende is dat we merken met virtuele meetings, dus al onze Zooms waar we het nu over hebben, dat vrouwen veel meer last hebben om gehoord te worden. En dat ze dus 45% van de vrouwen voelt zich niet gehoord in virtuele meetings. 1 op de 5 voelt zich zelfs genegeerd. En het boeiende is dat mannen 30% vaker een vrouw onderbreken dan dat ze een man onderbreken. Wat het effect daarvan is heel boeiend. Hoe meer vrouwen onderbroken worden, hoe minder ze gaat spreken, hoe minder invloed ze heeft. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op haar. Van zet ze resultaat neer? Hoe is haar performance? Wordt ze gezien voor wat ze kan? Is die inclusiviteit? Dus zelfs daar denk ik heel concreet een uitnodiging naar mannen en naar vrouwen tijdens de lockdown, maar ook daarna, is ben bewust dat echt super belemmerd is en dat op een gegeven moment mensen gaan stoppen met praten. Dus spreek elkaar daarop aan en nodig uit dat iedereen, zoals aan handen kan werken, iedereen een stem heeft en kan bijdragen. Zeer belangrijk, inderdaad. We hebben geen tijd meer helaas om de 6 heel concrete tips die in de Deloitte-studie staan 1 per 1 te bespreken, want onze tijd is zo goed als op. Maar het gaat natuurlijk over de mogelijkheid om flexibel te werken. Het gaat over leading with empathy and trust. Zeer belangrijk, dus kunnen u verplaatsen in de mensen. Jullie krijgen alle tips zometeen mee van ons. Ik wil nog eventjes heel snel een laatste korte ronde doen. Kathleen, wat is jouw ultieme tip om nog mee te geven voor het einde van dit programma? Wees jezelf en stippel zelf je eigen parcours uit. Ik denk dat dat altijd al belangrijk is en nu nog belangrijker eigenlijk. Zet je eigen pad uit, je eigen carrière, stel je eigen prioriteiten. En pas daar dan ook je tijdindeling en de mensen met wie je werkt op aan. Ja. Een stukje eerlijker, een stukje authentieker, maar dat is belang op de lange termijn. Hanan. Ik zou zeggen, communiceer helder. Naar je partner toe, naar je werkgever toe, naar je collega's toe. Wat het betekent voor jou om flexibel te zijn, om op het werk te zijn. Waar je grenzen liggen en wat je er wel en niet nog kan bijnemen. Ja, super. Lisbeth. Sorry, Sophie. Sophie. Voor mij 2 heel concrete zaken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je veerkracht opbouwt. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Zoek uit voor jezelf wat jouw energie geeft en waardoor dat jij sterker staat. Want alleen dan kan je ook heel veel aan. Dus die veerkracht bouwen is superbelangrijk. En het tweede is wabi-sabi, de schoonheid van imperfectie omarmen. Dat is een hele belangrijke. Axel Vervoort zal blij zijn dat je promotie voor hem maakt. Lisbeth, jouw laatste tip?
Ik denk extra, echt dus meer zelfzorg voor je geest en voor je lichaam. Leven vanuit purpose, van waar wil ik het verschil maken. Speak up, zorg dat je gehoord wordt. En de laatste is een afsluiter van Obama. Laat je niet door angst leiden, maar laat je door hoop leiden. Laat ons leiden en laat ons ook dit afsluiten met heel veel hoop op een post-corona-wereld. Een wereld waarin we met z'n allen terug kunnen samenwerken. En dat het een wereld is waarin dat de vrouwen een betere rol krijgen. Ik wil heel erg mijn panel hier bedanken. Lisbeth, Sophie, Kathleen en Hanan, dankjewel. Dankjewel Bam en dankjewel Ellen van Katre voor deze studio. Tot binnenkort en tot ziens. Dag.